Op bewakingsbeelden, die komen uit een brillenwinkel, Focus Optiek in Velp. Begin dit jaar was het daar ineens foute boel, toen bewoners boven die opticien opeens knallen horen. En ja, op de foto ziet u een koe liggen en die ziet u ook terug op de bewakingsbeelden. In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 januari rijdt deze auto door de straten van Velp. Het is vermoedelijk een Volkswagen Golf. Zijn uiteindelijke bestemming is de Emmastraat. Waar de toegangsdeur en de promotiekoe van de Focus Optiek sneuvelen. Twee mannen snellen daarna naar achter. Wat ze doen is niet helemaal duidelijk. Want ze komen al heel snel terug. Eén man gaat een voorhamer uit de auto halen. Daar zit dan trouwens mogelijk nog een derde dader in. De ander, met de North Face jas en de opvallende handschoenen, gaat brillen pakken. Dat gaat qua schade trouwens snel. Er zitten dure monturen tussen. Terwijl deze man verder gaat, doet de ander vermoedelijk iets waardoor het mistalarm afgaat. Hoewel ze allebei nog snel zoveel mogelijk proberen te pakken, zie je aan alles dat ze weten dat het bijna voorbij is. De rook rukt op. En binnen een mum van tijd is die rook overal. Doordat het kenteken werd gefilmd, ontdekte de politie hun auto uiteindelijk in Utrecht. Maar de inbrekers werden via de wagen niet gevonden. Mogelijk hebben ze wel een link met die stad. Wie kunnen het zijn? En mochten u opeens opvallend goedkope monturen zijn aangeboden, wie weet door deze man, dan horen de politie en de optiek dat ook graag.